wat ik je zeg. Ik ben nu nog aardig voor je, maar als de collega's je heb je een probleem. Geloof me wat ik je zeg. Ik ben nu nog aardig voor je, maar als de collega's je heb je een probleem. Je teamchef staat erop met een afgrijzelijke blik. Ja. En ze dreigt met allerlei dingen. Dat meen je niet. Ja, man. Laat het even van me hebben. Een man uit Amsterdam krijgt een gebiedsverbod voor alle Amsterdamse politiebureaus. Hij viel herhaaldelijk agenten lastig door ze te filmen en de video's te posten met negatief commentaar. De politierechter veroordeelde de 35-jarige Amsterdammer ook nog tot een taakstraf van 60 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. En hij moet zijn YouTube-account verwijderen. De man zegt dat hij de agenten filmt om misstanden bij de politie aan te kaarten. Meerdere agenten deden aangifte tegen hem. Dat deed hij dus expres. Kijk, Bureau Balustraat. Welkom, welkom bij een nieuwe aflevering van Gouden Vrouwen TV. Het was alweer een tijdje terug, ja, dat we dit soort video's gingen maken, maar nu zijn we er weer en gaan we verder. Moet je lezen Nederland, moet je zien in Nederland. Deze twee loesje figuren, wat ze op papier hebben gezet, terwijl ik dit helemaal niet heb gedaan. Ik heb dit helemaal niet gedaan Nederland. Ja Nederland, moet je zien in, moet je eens even lezen. Wij verbalisanten. Don en Milou verklaren het volgende dienstverrichting. Op woensdag 21 april 2021 omstreeks 10 voor 12 bevonden wij verbalisanten Don en Milou ons in uniform gekleed met een opvallend politievoertuig en met schaduw noodhulpsurveillance belast in de omgeving van de Indische buurt. Ze kwamen aan en zich begonnen meteen te liggen. Moet je zien. Ter plaatse, diezelfde dag en tijd, reden wij in het politievoertuig in de Javastraat, kruising Sumatrastraat en zagen wij verbalisanten een man staan bij het zebrapad. De man riep allerlei dingen en drukte al filmend zijn telefoon tegen de ruit aan de bijrijderskant van ons dienstvoertuig. Wij zagen dat terwijl hij zijn telefoon tegen de ruit drukte, hij allemaal vartaal uitkraamde in de strekking van ik zet jou online, je gezicht staat online, ik ben van de inlichtingendienst. Hierop wilden wij de identiteit van deze man vaststellen, aangezien hij zijn telefoon tegen de ruit drukte, ons filmde en opvallend afwijkend gedrag vertoonde. Bah, wat een leugen. Praat zomaar lekker over. Het is een leugen. Bij mij hebben ze letterlijk die intercom uitgedaan. Vanaf binnenkomst tot het einde. Ik heb als Roethof als advocaat. En op mijn formulieren staat allemaal voorkeursadvocaat nee. Laat me niet praten. Ja, Nederland. Welkom. Laat me niet praten. Want als ik ga praten, dan worden ze helemaal laag. Net als deze chick, moet je die hoofd zien, helemaal lijp. Wij gaan gewoon door met het maken van interessante video's. En als jullie letterlijk gaan liegen, meineed plegen, valsheid in geschriften plegen, misdaden plegen in het politiebureau, dan komen wij daarover video's maken. En weet je wat zo mooi is? Jullie willen anoniem blijven. Dat blijkt maar uit een aantal procesverbalen die wij hier op papier hebben. Stel dat je mogelijk misselijk achterpakse figuren. Hoe durven jullie dit zo op papier te zetten terwijl het beeldmateriaal daar aanwezig is? Jullie moeten jullie schamen. Doe je portemonnee maar terug in je Louis Abbes. Handtasje en laat hem nooit meer zien, want ik kom nooit meer naar Amsterdam West. Ja, Nederland,
voor iedereen die dan bekend is. Ja, ik blijf hangen, net als deze duif, heel dicht bij de politie. En ik ga ze filmen. Ja, Nederland, ik ga ze filmen. En ik ben niet stoppbaar. Jullie willen ons tegenhouden. Jullie willen ons presenteren bij de rechtbank als een verwarde persoon. Nederland, doe dat maar bij je mother. Niet bij mij. Ik ben helemaal lijp. Met mij moet je niet beginnen. We hebben hier een procesverbaal. Ja, Nederland, een procesverbaal die opgesteld is door twee anonieme loesje figuren. We noemen ze nu verbalisant. 3 en 4, genaamd mevrouw Paard en meneer Terminator. Meneer Terminator wou liegen. En nu gaan wij zijn procesverbaal publiceren. Ja, Nederland. Hier zullen we even kijken wat deze loesje figuren op papier hebben gezet. We gaan het even doornemen en we gaan het vergelijken. Ja, Nederland, laten we beginnen. Wij verbalisanten, verbalisant 3 en 4, verklaren het volgende. Op maandag 26 juli 2021 omstreeks 14:10 waren wij, verbalisanten 3 en 4, in uniform gekleed met de noodhulp surveillance belaste politiebureau Baliestraat Amsterdam. Wij hoorden dat een man die voor het politiebureau stond met een kartonnetje in zijn handen verbalisant 1 had beledigd. De man is ons ambtsbehalve bekend als meneer Gouden Fraude TV. Geboren te Amsterdam. Wij hebben een foto gemaakt van het kartonnetje dat meneer met zich meedroeg. Wij zagen dat op het kartonnetje de volgende tekst stond afgebeeld. Bureau Baliestraat, aan toplocatie voor een criminele organisatie. Wij zijn vervolgens met verbalisant 1 en 2 naar buiten gegaan om meneer aan te houden. Wij zagen dat verbalisant 1 en 2 beiden een bodycam droegen en naar meneer liepen. Ik, verbalisant 3, hoorde dat verbalisant 1 en 2 meneer mededeelde dat hij was aangehouden. Ik heb meneer vervolgens naar de bus begeleid om hem ten spoedigste over te brengen ter voorgeleiding aan het cellencomplex. Wij hoorden dat meneer onderweg naar het cellencomplex het volgende verklaarde zakelijk weergegeven. Jullie zijn allebei twee corrupte agenten. Ik heb jou vanmiddag zien lopen. Jij komt 100% op beeld. Je vieze moeder. Wacht maar. Ik, verbalisant 4, wilde gaan bellen met het collega's cellencomplex om aan te geven dat wij naar hem onderweg waren met 1 verdachte. Wij hoorden dat meneer zijn stem verhief en het volgende verklaarde. Hou je vieze bek, je vieze vuile hoer, met je lelijke kop. Dit is gedurende de gehele rit doorgegaan in woorden van gelijke strekking. Wij zagen en hoorden dat de hulpofficier van justitie op het cellencomplex Zuidoost meneer had voorgeleid. Wij hoorden dat meneer zijn stem verhief en het volgende verklaarde. Wacht jij maar, jij komt ook 100% op beeld. Jij bent een corrupte agent. Wij voelen ons door de beledigingen van meneer aangetast en gekwetst in onze naam, goede eer en in ons aanzien van de politie in het algemeen aangetast. Nog een keer. Wij voelen ons door de beledigingen van meneer aangetast en gekwetst in onze naam, goede eer en in ons aanzien van de politie in het algemeen aangetast. Heel aparte zin. Wij verzoeken de officier van justitie om over te gaan tot strafvervolging van meneer indien hij de termen daartoe aanwezig acht. Ondertekend, dit procesverbaal is door ons opgemaakt en afgesloten op 26 juli. Verbalisant V nummer 3 en V nummer 4. Helemaal mevrouw Paard. Al heb je geen naam, ik noem je mevrouw Paard. Met je moffel. Hoe durf je dit met je mond op papier te zetten? Je moet je schamen. Ja, Nederland, helemaal lijp. Deze mensen zijn alleen naar me toe
gekomen en hebben dit allemaal gedaan om mij te nakken, zwalden me naaien. Moet je lezen, deze man heeft keihard gelogen. Je bent gewoon een leugenaar en ik ga jouw procesverbaal hier voorlezen. Jij walgelijke, misselijkmakende, achterbakse, niks gunnende hulpofficier van justitie. Je gunt niks. Niet eens een advocaat. Je moet je schamen. En je moet vooral goed denken aan de dingen die je wel had gezegd, maar niet op papier had gezet. Je had me uitgelachen toen ik zei, ik wil Roethoff, mijn advocaat. En dan pas kan je hier met mij komen praten. Wat dacht je van dat? En die man, die heeft zelfs gedaan aan het begin in zijn procesverbaal, alsof ik niet wist wie mijn advocaat was. Liar. Dat is opmerkelijk. Dat is echt apart. We gaan in ieder geval zo'n verklaring voorlezen. Laten we beginnen. Op maandag 26 juli om 14:55 werd aan mij Robert Nicolaas van Ekelen, inspecteur van de politie-eenheid Amsterdam, hulpofficier van justitie, op de locatie Vlierpostdreef nummer 27, 1102 BV te Amsterdam voorgeleid de verdachte, meneer Gouden Fraude TV. Verdachte is kennelijk kwetsbaar. Nee, zeer zeker niet. Jullie liegen. En hier heb ik het bewijs. Nederland moet je lezen. Hij werd verdacht van eenvoudige belediging in het openbaar mondeling. Strafbaar gesteld bij artikel 266 en artikel 267. Wetboek van strafrecht gepleegd te Amsterdam op 26 juli 2021. Informeren verdachte. Nu komt het Nederland. Deze man is nummer 3. En letterlijk nummer 3 die dit heeft geflikt. Informeren verdachte. Identiek dezelfde zin, gekopieerd en geplakt. Hij heeft niks van dit uit zijn eigen hersenen gehaald. Hij heeft dit totaal gekopieerd en geplakt. Net als wat al die andere hulpofficieren van justitie doen. Ze verstrekken je deze brochure niet en dit zet ze vervolgens op papier. Ik heb mij ervan vergist dat aan de verdachte de brochure mededeling van rechten verdachte voor volwassenen was verstrekt. Ik stelde de verdachte in kennis. Ik stelde de verdachte in kennis van het feit waarvan hij werd verdacht en deelde hem mee dat hij niet tot antwoorden verplicht was. Consultatie en verhoorbijstand. Ik deelde de verdachte mee dat hij recht heeft op consultatiebijstand van een zelf te betalen advocaat. Ik deelde de verdachte mee dat hij recht heeft op verhoorbijstand van een te zelf te betalen advocaat tijdens het verhoor. Ik deelde de verdachte mee dat hij afstand kan doen van het recht op consultatiebijstand van een advocaat. Ik heb de verdachte daarbij geïnformeerd dat het doen van afstand nadelige gevolgen kan hebben en dat hij altijd terug kan komen op zijn beslissing. De verdachte verklaarde een zelf te betalen advocaat te willen consulteren. De naam van deze advocaat was bij de verdachte niet bekend. Nou, dit is een leugen. Je bent de achterpakse leugenaar. Hoe durf je dit op papier te zetten? Ik had je meteen bij binnenkomst al verteld dat ik meneer Roethoff erbij wou hebben. Voor het verhoor, tijdens het verhoor, na het verhoor en wanneer ik naar huis ga. En dat vinden jullie niet fijn. Nee, Nederland, dat vinden ze niet fijn. Wanneer je met Roethoff daar om de tafel zit, in de plaats van zo'n door de staat ingehuurde prodeo-advocaat van een paar tientjes. Laten we even verder gaan, want deze misselijkmakende achterpakse figuur, die verklaart hier, ja, dat ik dus de naam niet kan herinneren. De verdachte verklaarde een zelf te betalen advocaat te willen consulteren. De naam van deze advocaat was bij de verdachte niet bekend. Hoe kom je daarbij? Je bent een leugenaar. En dan heeft hij daarna aanvullende opmerkingen, verbalisant. Dit is een aanvullende opmerking van hem, terwijl wij een volledig discussie, ruzie hadden over een advocaat. Want wij hebben duidelijk aangegeven
dat wij meneer Roethoff afwezig wilden hebben of iemand van zijn kantoor. Maar deze man gunde die advocaat niet. Hij zei tegen mij, die is te duur. Hij ging me uitlachen. Dat heeft hij allemaal niet in zijn procesverbaal hier vermeld. Nee, hij heeft het kort gehouden. Hij heeft gezegd, verdachte gaf aan dat hij advocaat Roethoff wilde consulteren. Je moet je schamen. In mijn portemonnee zaten maar liefst 3 visitekaartjes. Van mevrouw Brassé, van meneer Roethoff en nog eentje. En nog eentje. Maar ik had genoeg visitekaartjes in mijn portemonnee. Je had gewoon rustig in mijn portemonnee kunnen kijken. En daar had je kunnen kiezen. Jullie hadden zelfs kunnen kiezen. Maar hier doe je alsof ik gewoon niet eens weet wie mijn advocaat is. Dat maakt jou ongeloofwaardig, onbetrouwbaar. En jij mag gewoon niet werken bij de politie. Je moet je schamen. Je moet je schamen. Doe dit maar bij je familie of bij je makkers. Maar niet bij mij. Bij mij moet je niet beginnen. Laten we even verder gaan in Nederland. Want deze man heeft het te bond gemaakt in zijn hele procesverbaal. En dat gaan we hier terugzien. Moet je zien, Nederland. Hij zegt dus aanvullende opmerkingen. Verbalisant, verdachte gaf aan dat hij advocaat Roethoff wilde consulteren. Nou, oké, helemaal mooi. In kennis stellen derde, hier komt hij dan, de grootste fraude aller tijden. Jullie moeten jullie schamen. Het enige telefoontje die wij mogen plegen en die jullie niet eens de mens gunnen. Je moet je schamen. Ik hoop dat jullie dit allemaal overkomt, stuk voor stuk, in uniform of in burger. De verdachte is meegedeeld dat hij het recht had om een persoon in kennis te doen stellen van zijn vrijheidsbeneming. Oh, ja, Nederland, dat ene telefoontje die wij geen één keer hebben mogen plegen. Ja, jullie moeten jullie schamen, moet je zien, Nederland. De verdachte wilde niemand in kennis stellen. Kan je het geloven? Deze meneer van Ekelen, dat hij dit op papier heeft gezet. Wij willen bellen, maar jullie wouden niet dat wij gingen bellen. Jullie hebben die telefoons geript, waardoor we niemand konden bellen. Jullie wouden dat wij totaal niet een nummer gingen opzoeken in die telefoons. En jullie wouden gewoon niet dat wij de buitenwereld gingen inlichten over hetgeen wat jullie aan het bekokstoven waren. Want wij hadden een gezin thuis die ongerust in een woning zat, net als op 17 november 2020, toen we waren vernederd, mishandeld en uitgekleed door Brian de Bruin en Johannes Vreken, Dexter, Martin Philip van Donselaar en al die andere loesje figuren die erbij waren en die zich niet wouden legitimeren. Jullie moeten jullie schamen. De verdachte wilde niemand in kennis stellen. Doe dit maar bij je madre, niet bij mijn makker. Ik hoop dat je dit terugleest en dat dit tot je doordringt. Jij walgelijke, misselijkmakende, godse leugenaar. Hoe durf je dit op papier te zetten? Kijk hier wat hij op papier heeft gezet, Nederland. Want wij beroepen ons altijd op onze zwijgrecht. Maar blijkbaar leggen we verklaringen af volgens deze agenten. Hier staat verklaring verdachte. De verdachte verklaarde dat ik vind jou een corrupte agent. Vervolgens gaf ik op 26 juli om 5:05 het bevel om de verdachte op te houden voor onderzoek. Overige opmerkingen. Nou, hij houdt het kort. Verdachte was alleen maar aan het schreeuwen en schelden. Er was geen normaal gesprek met verdachte te voeren. Dit procesverbaal is opgemaakt en afgesloten. De hulpofficier van justitie die zich zeker moet schamen in de Bijlmer, meneer Van Ekelen. Ja, Nederland, ze moet zich schamen. En nu komt het, Nederland. We gaan het even vergelijken. Moet je zien. Deze hulpofficier van justitie. Die zegt dat ik iets verklaarde. En dat is. Ik vind jou een corrupte agent. Nou. Dat is een mening. Dat is geen belediging. Dat is helemaal niks. Maar nu hebben wij zojuist een procesverbaal doorgenomen. Van verbalisant 3 en 4. Mevrouw Paard. En meneer Terminator, die verklaren iets anders. En dat is juist opmerkelijk. 3 personen anders verklaren en 2 personen die identiek hetzelfde verklaren. Maar degene bij wie het is gezegd, tegen wie het is gezegd,
En eigenlijk degene die aangesproken werd, die verklaart iets anders. Hij verklaart namelijk, ik vind jou een corrupte agent. We gaan hier even terugbladeren. Even terug. En hier staat iets anders. Ja, Nederland. Moet je zien hoe ze liegen op papier. Meneer Terminator en mevrouw Paard. Wij zagen en hoorden dat de hulpofficier van justitie op het cellencomplex Zuidoost meneer had voorgeleid. Wij hoorden dat meneer zijn stem verhief en het volgende verklaarde. Wacht jij maar. Jij komt ook 100% op beeld. Jij bent een corrupte agent. We hebben dit al eerder gepubliceerd, maar vandaag krijg je extra aandacht. Omdat jij gewoon nummer 3 was die zich had vergist in het verstrekken van de brochure. Die mij niet het telefoontje liet plegen waar ik recht op had. En die gewoon geen eens advocaat wou optrommelen. Terwijl je wist welke advocaat ik al eerder in het bureau op dezelfde locatie tijdens een verhoor had opgetrommeld. Jullie wisten wie, wat, waar, maar doen allemaal alsof jullie neus bloedt. Jullie moeten jullie schamen.